Kees, zijn leven was mislukt op een super saai kantoor. Veertig jaar neerslachtig, waartoe, waarom, waarvoor. Kees zijn oude moeder werd langzaamaan dement. Hij werd in het bejaardenhuis door haar niet meer herkend. Maar elke zondagmiddag ging hij bij haar op de thee en nam van de benzinepomp een bosje bloemen mee. Hij vertelde aan zijn moedertje, zijn leven was één feest. Hij dacht nog vaak aan Ajax, waar hij speler was geweest. Net als bij Barcelona, Juventus, Arsenal, het stadion dat juichte, hij was zo vaak aan de bal. Bij elkaar, hij, oh, hij sprak over zijn huizen, bij elkaar een stuk of vijf. Zijn boot in Saint-Tropez en zijn prachtige bedrijf. Zijn mooie wereldreizen. Hij vertelde dat met vleer en fluisterde: "Oh mama, je zoon is miljonair. Zijn moeder zat te stralen, te stralen van geluk. En zij vroeg: lieve jongen, maak jij je niet te druk? Maar een week of wat geleden, ja, dat gebeurt een keer. Hij kreeg een telefoontje. Zijn moeder was niet meer gevonden in haar bedje, 88 jaar." Een doodgewone hartstilstand. Haar leven, dat was klaar. Ze is netjes begraven. Kees zei: Zo is het goed. Alleen nu weet hij echt niet wat hij met zijn zondag moet. Maar in het bejaardenhuis zat ook mevrouw de Groot. Die kreeg nooit echt bezoek. Haar dochter, die is dood. En nu gaat Kees iedere zondag bij haar op de thee. En van dezelfde mensen in de pomp. Neemt die bloemen voor haar mee. Hij vertelt dan zijn verhalen op exact dezelfde toon. En mevrouw de Groot is zo trots op haar zoon. Hij is haar steun en toeverlaat, haar wekelijkse held. Een jongen met ambitie, met liefde en veel geld. En wat is al met al de moraal van dit verhaal? Wat heeft u van dit liedje nou geleerd? Het leven is. Zo so simpel, zo so simpel allemaal, als je het maar heel goed fantaseert.